Het is een vertrouwd beeld, de oude hoogspanningsmasten. Maar omdat we steeds meer stroom in de Randstad verbruiken, voldoen ze niet aan de nieuwe eisen. Op het traject Wateringen-Beverwijk worden de kabels van 150.000 volt daarom vervangen door kabels van 380.000 volt. Deze moeten stroomuitval in de toekomst voorkomen. Maar veel mensen maken zich zorgen over het magnetisch veld. De nieuwe hoogspanningsmasten hebben daarom geen brede armen. Hierdoor is het magnetisch veld kleiner. Ze zijn speciaal ontworpen omdat ze in vergelijking met de oude masten minder plaats innemen. Het zijn smallere masten en ook het stroomgebied is smaller. Waardoor je zeker in een druk gebied zoals hier in de Randstad goed een nieuw tracé kan bepalen. Omdat in drukke gebieden is het natuurlijk dicht bevolkt en is het moeilijker om een lijn aan te leggen. De nieuwe hoogspanningsmasten zijn 57 meter hoog en zijn lichtgrijs van kleur. En dat is niet toevallig, want dit is de meest voorkomende luchtkleur in Nederland, waardoor de masten wegvallen in het landschap.